Nog eens een minuut, kom. Goed. Mensen, een hele goede morgen. En weet je, kijk deze nieuwe tweet en Instagram account van de maand. En deze is van de Daniel. Danielurig 1. Zij is best wel een jong meisje, best wel. Wat ik deze video ga maken, eventjes een disclaimer is dat ik haar alleen promoot en meer ook echt niet, eigenlijk. Dus weet je dat ik alleen promoot. En voor de rest is het niks mee dat ik iets met de wil totaal niet. Dan weet je dat. En ik ben niet zo lang door en welkom bij de Instagram account van de maand. Goed, lieve mensen, ik heb hier weer een nieuwe Instagram en zij is best wel jong. Toen ik de intro vertelde is dat ik alleen een support wil geven. En meer ook echt niet. Omdat ik gewoon haar ook wel een beetje, wat is het? Best wel promoot met haar Instagram. Ze is gespeed. En dan kan je natuurlijk misschien op de 10 mail. Dus, ja. Maar je ziet op de 10 mail dat het best wel gespeeld is en wel jong is. En dat ik toch aan wou promoten verder. Ik voel niet voor haar natuurlijk, want het is best wel jong. Maar omdat ik haar best wel een goed account vond op Instagram. Ik heb verder geen video, maar dan nog vind ik het wel goed om haar te ontmoeten. Dus, zodoende. Zij heeft best wel een leuke, geprepareerd feed. Ze heeft volgens mij geen stories, nee, ze heeft geen stories. Ze heeft wel een geprepareerd feed, en dat is best wel leuk. En, ja. Dus ja, wat ik haar zo goed vind, ja, Instagram foto's. Ik denk dat het zelf niet doet, want het is een beetje jong daarvoor. Dat je wat anders voor haar doet, maar goed, maakt niet uit. Het gaat erom dat het een leuke Instagram account is. Dus dat doen we. Dus ja, ik hoop dat je haar ook leuk vindt. Stel, ja, doe dan zeker even een duimpje voor haar Instagram account. Het linkje vind je natuurlijk hieronder in de beschrijving, als iedere keer. En ja. En volgende keer, wat op Instagram account of creator account van de maand komt, heb ik echt geen idee van. Als je daarna verder gaat, weet je wie dat dan komt. Dat is een verrassing. Dat zul je zien, ga je wel zien op mijn Insta stories wel. Dus ik hoop dat je haar Instagram leuk vindt. Zo ja, nogmaals, dank je mag me voor, als ze leuk zijn. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent. Zo zeker geen belletje indrukken, je snel onder in de comments. Dat zou ik wel leuk vinden trouwens. En dat zou ik zeggen maar mensen, tot de volgende. En tot later.